Kijkt hij soms naar porno? Dat hebben ze ook aan mij gevraagd in de sessie met de seksoloog. My god. Die was zo afstandelijk, zo lang. En ik dacht, ja, dat is hier een frigo, hè. Dat is hier een ijskast waar dat mee te maken heeft. Steekt dat in de Sahara en dat smelt nog niet. Hè? Maar kijk, voilà. Het is geen ijskast, denk ik. Het is wel straf dat je me dat nu vraagt, hè. Ja. Dat je echt wel weet. Ik ben gewoon aan het nadenken over de sessie met de seksoloog, wat er allemaal besproken is. Maar ik denk niet dat dat vergelijkbaar is, hè. Nee. Kijk, jij veel naar porno? Nee. 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 Ik ben ooit wel naar de erotica-beurs geweest. Dat was al raar. Dat was hier ook van die rare dingen. En dan kregen we zo 2 dvd's gratis van pornofilms. Zo. Amai. En wat is de reden waarom je daar niet naar kijkt? Ik heb dat even opgezet, maar hij doet daar niks aan. Werd er niet wild van? Nee. Ik denk wel dat hem een vrij hoog libido heeft. Ja. Hij toont dat nog niet aan mij, omdat hij zoiets heeft van, ik ga het rustig aanpakken. En hij heeft mij tijd en ruimte om zelf naar hem te komen. Dus dat is heel goed. Maar ik denk wel, hij moest hem echt zijn eigen gangen kunnen gaan, dat het voor hem wel sneller mag gaan. En dat hem zelf zou aangeven dat hem een hoog libido heeft. Ik denk dat wel. Ik denk dat wij op dat vlak wel echt op dezelfde lijn zitten. Maar ik denk dat hij wel passioneel zit. Waarom denk je dat? Dat is mijn bijkvoel dat dat zegt. Denk gewoon, als je iets beleeft, in het algemeen, dat je dat heel intens doet. Ja, dat is waar. Dus zowel met iemand graag zien, zowel kwaad zijn op iemand. Met volle hoesting, dan doe ik alles. Vol overgave. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.